President Desi Bouterse is niet opgenomen in het ziekenhuis. Dit benadrukt het Nationaal Informatieinstituut, NII, in een persbericht. Het bericht over opname van de president in een ziekenhuis wordt opzettelijk door kwaadwilligen op social media verspreid, met als doel paniek te zaaien en een sfeer van onzekerheid te creëren bij grote delen van ons volk, geeft NII verder aan in het persbericht. Het medisch team van het staatshoofd heeft geadviseerd dat Bouterse moet uitrusten na de recente ingreep op Cuba. Zodra de president volledig is hersteld, gaat hij weer aan de slag. Tot dan fungeert president Ashwin Adim, vicepresident Ashwin Adim, als waarnemend president. Het NII roept de Surinaamse gemeenschap op om niet af te gaan op sensationele berichtgevingen die vooral op social media de ronde doen.